Yo mensen, ik ben Jeroen, ik kijk vandaag. Dan gaan we weer verder met Settlercraft. We gaan verder werken aan mijn huisje en dat doen we samen met... Jurgen. Yeah, de mysterieuze Jurgen. En... Mijn god. Oh my god, ik moet eventjes... Voor mij ben ik nou net één ding vergeten. Heb jij een furnace? Of genoeg cobblestone? Oké, dan ga ik eventjes wat uit het... de heels en mine. Ga ik eventjes snel een paar dingen hakken. Doe ik even snel. Als jij dan eventjes voor mij hier nog een verdieping op zou willen maken. Oh, wat? Oh, dit is best wel vet trouwens. Oeh, is wel een mooie, ja. Maar als je dan hier bovenop. Mm-hmm. En dan. Ja, gewoon één verdieping bovenop van 3 hoog kan maken. Dat is goed. Dat zou heel chill zijn. Dan pak ik hier. Mooi guld hier. Hoeveel had je nodig voor furnace 8, toch? Ja. Ja, mooi, perfect. Heb ik nou precies. En dan maak ik hier mooi een furnace. Zo. Oh, wauw. Dit is toch best wel nice. Ik heb hier zo'n toonbank. Nice. Oh, dat, wel. Dat is gewoon de bedoeling ook nog eens, wauw. Dat is super vet. Even kijken, furnace, waar ga ik die neerzetten? De YOLO zet ik eventjes tijdelijk hier neer. Zo, perfect. De dirt en nog iets om te branden. Zo. Ik zou hier een heel klein raampje hebben, hier gewoon even van gemaakt. Want je hebt hier toch de trap die je wil hebben. Ja, dat is waar. Zo'n klein raampje is dan wel wat leuker, ja. Dat is een goeie, ja. Dan maak je nog wel eventjes een paar van die trapjes. Of heb jij die nog? Ja, die heb ik nog wel. Oké, als je dan van die kleine raampjes erin maakt. Ja. Ja, hoeft niet overal natuurlijk, maar hier zit natuurlijk de trap, hè. Ja, daarom. Dat bedoel ik juist bij deze dingen hier. Ik was zo'n trap die zo'n hier begint omhoog te gaan en dan kom je aan deze kant en dan ben je boven. Dat is zo het eromheen draait. Ja. Ja. Langzaam. Ja. Oh my god. Of laat hem toch nog eentje verder hier naartoe lopen. Zo. Dat je zeg maar de hele trap nu één naar achter plaatst en dat hij dan ook nog eentje verder naar links doorloopt. Dat je hier helemaal achterin die hele ruimte gebruikt. Ja, maar dan zit hij te dicht tegen het raam aan, daar had ik best wel gezegd. Dat is ook wel weer waar, ja. Dan heb je een goede comma. Daarom. Dat is ook wel nice, sorry. Ik heb hem, nou kan je er gewoon doorheen lopen. Is wel nice. Kan je... Ja. Zo. Oh my god. It's beautiful. Ja, daarom. Even kijken hoor, want dan moet ik even wat dingetjes maken, wat hekjes. Ja, wacht, als je dan hier slaps hebt, dan lijkt het hier nog hoger. Aha. Ik snap hem. En dan draai je hier naar boven. Oh, dit wordt een sexy huis hoor. Dekkers. Maar hoe kom je dan? Dan moet je deze. Weet je wat ik weg? Eigenlijk denk? Denk ik. Ja? Nee. Dan zou je eigenlijk om moeten lopen. Wat misschien handig is, als we de trap eentje verplaatsen, zeg maar, eentje draaien. Omdat die dan zo, beter uitkomt. Dan kom je zo hier uit. Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Dat is. Zo. Te snappen. Oh, maar zijn mijn. Het raampje is nou een beetje al bijna gedeeltelijk klaar. Dan doe ik zo. Wat vlots. Oh, krijg je 16 ramen ervoor. Oh, dat is nice. Ja. En dan hier wel gewoon grote ramen, hè? Of zou dat... Nou ja, daar zou ik het gewoon doen. Oké, nice.
op je zo. Ah, kijk. Dit is nice. Het is wel mooi dat ik jou in mijn aflevering heb. Dat ik nog een beetje... mooie bouwskills in mijn huis. Normaal bouw ik hier nooit hoor. Ik zit normaal enkel bij ons in de Elven City te bouwen. Maar... nou ja, YOLO. YOLO. Weet je, je lijkt trouwens gewoon hier staan. Dan kom je hier gewoon boven en dan hop. Crafting Mage, smack. Dat is wel nice. Dat is wel een goeie. En dan, even kijken. Dan... oh, oh, wat is dit? Ik liep in de weg, of niet? Ik weet niet wie de eieren gooide. Oh, gooide iemand eieren? Ja. Oh. Ik dacht, ik loop even in de weg. Oh, ik zie wel wie je deed. Wie? Jurgen. Oh my god. Is een... waar staat die? Oh, daar. Ja. Oh my gosh. Dus ik wil hem terugpakken omdat ik hem met eieren zat op kogel in mijn eerste video. Ik snap hem al. Ja, ik heb net al raakgeschoten met de boog, dus hij heeft volgens mij al genoeg terug gehad nu. Nice. Dit is best vet. Dan ga ik hier zo'n dikke king size bed maken hier. Wacht, heb ik wol nodig. Bam, 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 bam. Ik heb trouwens ook nog iets nodig om te verlichten. Kool. Hoe maakt hij ook weer charcoal? Was dat met hout? Ja, houtlogs op elkaar. Maar dat is best duur, want jullie hebben hier niet zo heel veel hout. Dus... ja, dat is waar. Dan kan je beter gewoon... ja, ik heb nog wel wat toortjes bij me. Ah, oké. Okay, mooi. Dan hebben we dat hier ook zo gefixt. Wat? Waar? In de keuken dinges. Ah, nice. Ja, dankjewel. Moet daar... doe ik dat. Zal ik palen sowieso iets. Heb je nog wat logs of niet? Van wat? Oh, ik... oh, ook goed. Ja, hier 22. Nice. Burp. Nice. Het is wel zo'n sexy huis. Alleen ik denk wel. Trouwens, dat maakt helemaal niet uit, want hier is helemaal geen land naast. Ik denk wel dat als je hier loopt, dat er in één keer zo'n skeleton is die er naar binnen schiet. Maar er is bijna geen land aan die kant, dus die kunnen ze bijna niet staan. Nee, inderdaad. Dus dat komt wel mooi uit, hé. Oeh, een beetje kippen afslachten. Drie op een rij. Nou, nice, 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 weet je. Wat je wel kan doen is, bijvoorbeeld hier in de hoek van je huis kan je gewoon een mine maken. Een mine. Oeh, maar er zit al een dikke mine in deze stad. Ja, dat is waar. Ja. Op zich. Echt heel hard nodig. Hier gewoon in de muur. Ja, het kan wel. Ik ga het nou idee openlaten. Het is wel een leuk ideetje, ja. Dat is wel een goeie. Waar zit hij nou weer hier? Geen idee. Ik zie hem al, hij zit op de bovenste verdieping. Oh my god. Oh my god. Wacht, ik heb ook eieren. Als hij weer naar buiten komt, dan schiet ik op hem. Oeh. Nou, komt het door. Hop. Oh, hij heeft echt veel meer eieren volgens mij. Jo. Wacht, ik heb in die kist ook heel veel eieren liggen. Ik ga zijn huis bestormen. Ik ga eens heel even kijken of hier boven nog wat hout ligt. Ja, oh, hier zijn geen bomen. Kut, waarom zijn allemaal dingen op? We moeten helemaal omlopen voor bomen op dit moment. In mijn kist zitten al heel veel enderpearls. Kun je wel gebruiken, ben je een stuk sneller. Ja. Als hij hier zit, dan
verkeerde huis, dammit. Of niet? Waar is die gebleven, die aap? Nou, het zal wel. Jij was hout gaan hakken? Volgens mij liep hij namelijk achter mij net. Ik zag allemaal van die invisible dingetjes. Oh, van die enchantment shit. Of ik bedoel potion. Ja, gewoon invisible dingen. Ja. Nice. Zo, ik ga die chest even binnenzetten. Dat is een goed idee. Doe ik zo. Even lopen. Doe ik die zo. Ik gok dat wij aan 26 ook wood dingen niet genoeg hebben. Denk het ook niet. Dus we moeten sowieso even kijken. Moeten we even hier zitten meer hakken. Zo, zo. Er zijn echt veel mobs gewoon, dat is niet normaal. Mm-hmm. Heb je wel eens dat er niet normaal veel mobs zitten? Ja. Yep. Oké. En dan. Zo zit mijn. Zo, ik denk dat ik nou weer een beetje genoeg heb. Ja, dat is mooi. Hoeveel heb je nou? 40 logs, dus het moet wel genoeg zijn voor het dak, zeg maar. Ik denk wel, ja, dat is genoeg. De rest wordt allemaal gemaakt met, hoe heet die, planks. Mm-hmm. Dus ik denk dat er wel genoeg zou zijn. Lijkt me wel een goede hoeveelheid. Dan moet ik ook nog eventjes een klein, nee, mijn kist naar beneden. Waarom loop ik naar boven als ik mijn kist wil hebben? Ik snap het niet. In ieder geval, het zal wel. Dan heb ik een paar van die logs van jou nodig. Of niet wel het plankje is. Dan maak ik eventjes hier het kleine. Ja, ik ben er bijna. Het kleine afdakje hier aan de voorkant. Dan pak ik sticks. Stokjes. Die kist die staat trouwens nu helemaal achteraan in de. Ja, binnen licht hout. Ja. Ja, ik heb het. Nice, dankjewel. En doen we zo. En. Ik zie al waar die staat. Waar is daar bovenop de brug? Oh, wacht. Volgens mij, ik weet niet wie het is. Ja, wacht, wacht. Ik heb. Ik, als ik hem nu raak, dan vliegt hij wel van de brug af. Oh, wacht. Dat wel grappig op zich, toch? Ja, oh, ik heb sneeuwballen, daar pak ik hem wel mee. Moet dat doen? Wacht, wacht. Ik ga even kijken. Kom hier bij mij, bij mij, bij mij. Ja, hij staat op de brug. Jij staat op het huis, of niet? Ja. Ja, dat is Jurgen. Daar. Ja. Go for it. Kan het. Ja. Nee, nou loopt hij weg. Ik dacht dat het. Oh, mijn sneeuwballer haalt het niet. Nee. Helaas. Even kijken. Stiekem had ik gehoopt dat ze gewoon zouden halen en hem zouden raken. Ja. Oh, dan zit hier van die sters tussen voor de ramen. Ja, zo. Nice. Dan heb ik beneden op mij nog wel ergens die spullen liggen daarvoor. Zo. Even kijken, dit is gewoon heel simpel. Een dakje zo. Ik moet even spieken bij die andere afdakjes, hoe ze dat hebben gemaakt. Waarom heeft bijna niemand een afdakje? Ja, dat kan niet, hè. Ja, nee, maar het moet een beetje. Even. Oké, ik heb geen reden waarom ik moet afspieken. Oh, oh. Zombie. Oké, wauw, dit is echt het beste wat ik ooit heb gedaan. Dit is een zombie achter me aan. Ik haal hem op afstand met snowballs. Dit is wel een strapan, ja. Zo. Ja, zo. Damn, dat afdakje in de voorkant wordt nou wel heel hoog. Maar dat maakt niet uit. Maakt helemaal niks uit. Zo.
Perfect. Prachtig. Dit is gewoon done. Dit aftakje. Niks meer aan te veranderen. Prachtig gewoon. Zeker. Even kijken hoor, want ik heb nog wat slabs nodig. Oh, die heb ik nog in ieder geval gelukkig. Ja, dat is een... Oh, dat is mooi. Oh. Zit ik scheef voor. Dat moet ik niet doen. Zo. Perfect. Ah, het begint langzamerhand wel een mooi huisje te worden dit. Nou ja. Kijk, denk ik trouwens hier beter slabs in kan stoppen bovenaan. In plaats van gewoon blijdige blokjes. Dat doe ik zo. En dan heb ik gelijk. Een hele hoop. Van die dingen. Zo. Oeh. Dat dak gaat er wel vet uitzien, hé. Zien. Ik kom even boven kijken. Wil ik even zien hoe dat van binnen eruit ziet. Van buiten ziet het al heel sexy uit. Oh my god. En waar is dit dan voor? Dit... Ja, dat is wel vast opstapje. Oké, nice. Ja, want ik zag eerst... Anders kan ik er niet omhoog komen. Ja, ik zag eerst een paar video's. Ik weet niet meer bij wie het was. In ieder geval iemand van Biofrost was dat. En hij had helemaal zijn hele plan van zijn huis uitgelegd met wol. Dus ik dacht van, misschien was dat daar ook voor. Dat was trouwens bij Jurgen zelf. Was voor mij op Atholi met die een of andere muur. Wat hij met wol had helemaal... Ja, kan. Dat doen we meestal... doen we meestal inderdaad uitplannen gewoon met wol. Nice. Gewoon het handigste. Zeker. Wimpel weg te halen en zo. Ja, daarom. Daarom dacht ik al van, dat is best wel een slim idee. Oh. Zo, ja. Met. Zo. Oh, verkeerde blokje weggehakt. Die en die. En dan moeten we hier. Eentje zo aan. En. Dan hoeven deze niet eens. Eens meer bij. En dan heb ik hem nou af. De ene kant. Denk ik. Of niet? Nope, nog lang niet die ene kant. Nou ja, niet helemaal. Niet helemaal. Nou, zo, het is. Eens heel even kijken. Die voorkant eruit ziet. En links. Kan er maar een slab bij of zo. Zo. Zo heeft nog iemand. Moet ik het aan deze kant alleen hetzelfde gaan maken? Dat wordt nog leuk. Het wordt wel een leuk huisje. Dit wordt een prachtig huisje. Ups. Oh, ik dacht dat er iemand anders aankwam. Nee, dat nog net niet. Dat net niet, we hebben nog net geen visite gekregen. Nou, dit is prachtig. Zo. Kunst dit. Het is gewoon puur kunst.
Rijkers. Deze twee middelste. Heb jij nog wat Oakwood? Een heel klein beetje nog. Wel. Oké. Hier kan je wat rotzooi overnemen. Want... Oh yes, rotzooi, hou ik van. Ik vind het een beetje vol. Oké, dan ga ik even zelf wat hakken. Of trouwens, dat doe ik zo meteen wel eventjes, want ik zie al dat de aflevering al 20 minuten duurt, dus dat is zo mooi voor een hele video. Dus vond je dit nou leuk? Geef toch even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook eventjes op Jurgen, kanaal linkje in de beschrijving. Ja. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Tot de volgende keer.